La parola all'onorevole De Graaf. Vi prego di rispettare i tempi previsti perché se non lo fate danneggiate i vostri colleghi. Quindi. Voorzitter, vandaag presenteert heer Juncker een plan om 160.000 migranten verplicht te verdelen over de EU. Laat ik als eerste dit zeggen. Het is niet het plan Juncker, maar het plan Merkel. Het is Angela Merkel die met president Hollande dit plan via de heer Juncker aan heel de EU wil opleggen. Dat is de democratie van de EU in de praktijk. Duitsland ziet in dat het die mensen niet kan opvangen en laat nu de rest van de lidstaten opdraaien voor de puinhoop die zij van gemaakt heeft door met voorrang een gratis huis, gratis zorg en gratis geld aan te bieden aan de asielzoekers. Dit plan Merkel zegt niet, we stoppen met gratis geld voor iedereen die hier aanklopt met een zielig verhaal, hoe ongeloofwaardig ook. Dit plan Merkel houdt krampachtig vast aan Schengen, terwijl er onder deze illegale immigranten vele duizenden terroristen van de IS zitten. Ik sluit af. Heer Juncker, ga terug naar mevrouw Merkel en leg het haar nog eens uit. Toon eens solidariteit met de Europese burger. Toon begrip voor zijn veiligheid. Sluit de nationale grenzen en stop met gratis geld voor die honderdduizenden gelukzoekers, terwijl er 120 miljoen EU-burgers in armoede leven. La parola all'onorevole Olbricht. Przewodniczący Komisji, Panie Przewodniczący Parlamentu, przede wszystkim w imieniu polskiej delegacji do IPP chciałbym wyrazić szczere kondolencje. Panie Przewodniczący, sytuacja jest dynamiczna, w związku z czym w imieniu polskiej delegacji chciałbym powiedzieć, że jesteśmy z kraju, a parlamentarzyści nie są...